door BeAuthof voor verhuur van aanhangwagens, transportbussen, personenauto's en koelwagens. Goedemorgen gemeente. Goedemorgen. De kerkraad heet u vader welkom in deze net even anders dienst. Ook zij die verbonden zijn met de diverse media en de mensen die Hoi TV kijken, dat wordt ook uitgezonden Hoi TV. Door de voorgang gevolgd is dominee Berk en organist is Daan ten Hove. En we hebben medewerking van de koor uit Enter. Welkom. Er zijn vanmorgen de volgende afkondigingen. De bloemen gaan met de groet van de gemeente naar de heer Jansen aan Dalkruis, die weer terugkomen is uit Kullenzommer. Wie wil ze na afloop van de dienst de bloemen bezorgen? Die twee vingers. Dank u wel. Ja, goed. Aanstaande woensdag is er weer om 3:00 de 60-plus kring. En er zal weer verder gepraat worden over de bergreden. En Robert Jan zal de middag leiden. Bij de uitgang heeft nog steeds de 40-dagen kalender. Daar kunt u ook nog steeds op intekenen. De kalender op weg naar Pasen bevat meditatieve teksten, gebeden en overwegingen. En tips over het thema een nieuw begin. Na afloop van de dienst is er weer koffiedrink in de kerk. En we zoeken nog een aantal schenkers, dus als die dan gewoon aan willen schuiven. Het zal mooi zijn. Dan zal ik even dit doen. En dan het laatste puntje, dat is geldwerving. Nou, iedereen die in het kerkgeschrift heeft al een mooie poster buiten zien hangen. Actie Kerkbalans gaat weer van start. Vanaf morgen gaan dus een groot aantal vrijwilligers op pad om enveloppen rond te brengen. En ook in diezelfde week moeten ze eigenlijk ook allemaal weer opgehaald worden, want in de week daarna wordt ze weer ingeleverd. Het motto van dit jaar, er zit een mooie envelop, die zit ook bij de folder, bij de envelop in. Het thema dit jaar, welk steentje of steen wilt u bijdragen? Nou, dat is voor iedereen wat wils natuurlijk. Dus lees die ook door. Er zit nog wat meer informatie in, lees alle brieven graag door. En leg de envelop weer klaar voor degene die het op komt halen. En om de steentjes bij te dragen om dat mogelijk te maken, zijn we gewoon geld nodig. Dus graag goed nadenken van wat kunt u geven en wat kunt u missen voor actie Kerkbalans, want het is dringend nodig nog steeds. Dan de eerste collecte, die is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. En dan mag ik u nu uitnodigen om zo morgen staan het intochtlied te zingen. Dat wordt samen gedaan met het koor. Het koor zingt het eerste couplet en de gemeente zingt het tweede couplet. En na het foto met groet zingen we samen het derde couplet. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
willen samen beginnen met een moment van stil gebed. En zullen we dat met elkaar doen? En ook deze zondag is onze hulp, onze verwachting in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die nooit laat varen het werk dat zijn hand aan een ieder van ons begonnen is. En ook deze zondag is er genade en vrede voor jou en voor u. En voor elk thuis van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, in de liefdevolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij hebben op deze zondag bijzonder aandacht voor recht en gerechtigheid. Thema van de week van gebed. En ik lees u een paar versen uit Jesaja 58 die daarover spreken. En dan willen we weer naar het koor luisteren. Jesaja heeft dit gezegd. Is dit niet het vaste dat ik verkies, zegt de Heer. Misdadige ketenen los te maken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, Heer ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. Je duisternis wordt dan als het licht van het middaguur. Tot zover dit woord van één keer. We luisteren graag weer naar jullie toe.
Sommige gemeenteleden zullen zich afvragen, hoe komt dat koor hier nou bij ons in de kerk? Nou, dat is heel simpel. U ziet achter het orgel Daan ten Hoven zitten. Hij is onze stageloper van de GPW, de pastorale stage. En wij kwamen aan de praat en toen bleek hij dus de organist van het koor te zijn. Toen zeiden we, dat zou eigenlijk niet heel erg mooi zijn dat jullie samen met het koor hier eens een keer optreden. Dus vandaar dat we op deze prachtige zondag zo'n machtig mannenkoor hier hebben staan. En hoe mooi het is om naar jullie liederen te luisteren en samen ook de lofzang voor God te zien. Fijn dat jullie er zijn. En we hopen nog echt van jullie te genieten in het verdere van deze dienst. Zullen we samen zegen vragen voor deze dienst? Vader, u vraagt naar ons hart. Altijd maar weer. Zondag in, zondag uit, week in, week uit vraagt u naar ons. U zoekt ons op zoals een herder zijn schapen zoekt. En u brengt ons thuis. En wat is dat mooi om dat ook deze zondag weer te weten. Dat we, Heer, in uw huis, u en elkaar mogen ontmoeten. En dat het vreugde geeft en kracht en moed om ook in ons eigen leven ons vasthouden aan u vol te houden. We bidden u voor deze dienst dat wij hier in de kerk en iedereen die meekijkt en meeluistert, Heer, dat we met elkaar ons verbonden weten. En dat ook door deze dienst heen alles u de lof en de eer zal geven. Heer Jezus, u opent uw woord voor ons. En als we ergens naar verlangen, ook deze zondagmorgen, dat u zelf als Heer en Heiland ons de schriften opent. En dat we in die schriften, in dat woord, u zullen ontmoeten. Vader, en dat kan alleen maar als de Heilige Geest dat woord levend maakt. Als ook vandaag, deze 20ste januari 2019, uw geest die woorden inblaast met uw adem. Doe dat maar. En laat het ook zo gebeuren dat dat woord in ons leven, Heer, tevoorschijn roept waar u naar verlangt. Denk aan de mensen die vandaag erbij hadden willen zijn, maar niet konden. Wilt u hen ook zegenen, hen bemoedigen, hen liefhebben. We vragen u dat uit genade, in de machtige naam van Jezus. Amen. De jongens en meisjes mogen naar de kindernevendienst toe gaan. De lampjes staan daar, dus ik weet niet wie de leiding vandaag heeft van de kindernevendienst. Zou u de lampjes op willen halen? En dan mogen jullie samen naar de kindernevendienst toe. En heb daar een hele goede tijd met elkaar. Loop maar achter de leiding aan en dan speelt Daan met de kinderen mee. Ja? Goeie tijd daar. Wij gaan vandaag weer verder lezen in het Lucas-evangelie. Vorige week hebben we Lucas 4 het eerste gedeelte lezen over de verzoeking in de woestijn. En vandaag zijn we bij het gedeelte gekomen dat Jezus uit de woestijn weer terug in zijn Galilea komt, noorden van Israël. En dat hij in zijn moederstad Nazareth komt. En Jenny Smit is onze lector, dus ik krijg van mij de microfoon. Of ik zal hem voor je vasthouden, wat heb je liefst? Ja, goed zo. Lucas 4, hè?
Lucas 4, vers 14 tot 22. Optreden van Jezus in Nazareth. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef? Ja, tot zover. Dankjewel. Dank Jenny. We gaan weer naar het koor luisteren. Al de weg leidt mij mijn heiland. Ik denk dat jullie geen bezwaar hebben als de gemeente meezingt. Want meeneurlied mag misschien ook. Maar het is een prachtig lied om ook als gemeente. Zingt u het in uw hart, maar ook misschien wel met uw mond mee. Want het... Twee en drie zingen we zo. Twee en drie zingen we samen. Ja, goed zo. Mijn heiland, wat hij laat.
Mark, heb je die pointer ook voor mij? Dankjewel. Mannenkoren hebben wat, vindt u niet? Wij zijn een Nederlands volkje en uit de reformatie stammende. En als een mannenkoor gaat zingen, dan merk je iets van die wortels die wij met elkaar hebben. Dat we met elkaar zo gepokt en gemazeld zijn in dat mannen met alles wat ze zijn hun stem verheffen tot God. En ik vind het bijzonder dat jullie bij ons zijn, dat we juist ook op deze zondag daar zo van mogen genieten. Na de preek gaan we weer naar jullie luisteren. En dan gaan jullie met ons ook dat lied zingen. Elk uur, elk ogenblik. Broeders en zusters van onze Heer in Heiland, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Beste mensen van de Nijverdal en Hellendoorn, als u met ons meekijkt en meegeniet van deze dienst. Deze week is de week van het gebed. In heel Europa, wereldwijd zelfs, komen christenen deze week samen om uit alle kerken samen God te bidden voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt. En door de Wereldraad van Kerken en de Evangelische Alliantie wordt altijd gezocht naar een thema wat bij deze week past. En dat wordt altijd klaargemaakt door christenen uit hun eigen cultuur en context. En vandaag, deze week, hebben de Indonesische christenen ons geholpen om het thema recht voor ogen naar voren te brengen. Dat God een God van recht en gerechtigheid is. Ze zijn een kleine minderheid. 10% van de Indonesische bevolking is christen. De rest hoort bij de islam of bij andere godsdiensten. Maar ze zijn een kleine minderheid en ze hebben vaak te maken met situaties van onrecht, van geloofsvervolging, bedreiging. En zij binden ons altijd op hart dat God een God van recht is. En dat we elkaar aanmoedigen om ook in ons gebed om hen heen te staan, de gelovigen, maar ook de mensen die met recht en gerechtigheid geholpen zijn. Een prachtig thema. Recht voor ogen. We worden geroepen om mensen tot hun recht te laten komen. Ik nodig ook dan van harte uit om deze week mee te maken. Morgen als we in Beth Shalom beginnen en zo de hele week door, kunnen we elkaar aanmoedigen om dat gebed om recht en gerechtigheid handen en voeten te geven. We willen deze zondag in de verkondiging stilstaan bij die tweede geschiedenis uit Lucas 4, waar Jezus uit de woestijn in zijn geboortestreek van Galilea, in zijn geboortedorp Nazareth weer terugkomt. Daarboven in Israël. Een streek die in die tijd niet gunstig bekend stond. Hè? Kan er iets goeds uit Nazareth komen? Het was een beetje de, wat wij dan noemen, de achterhoek van Israël. De plek waar eigenlijk mensen zeggen, als je daar vandaan komt, ja, dan hangt er wel iets om je heen. Maar Jezus was in Nazareth en gaat straks in Capernaum wonen, was daar gepokt en gemazeld. Hij leefde in die noordse streek van Israël en dat was zijn geestelijk thuis. En na de woestijn, als hij zich klaargemaakt heeft voor zijn bediening om het koninkrijk van God te verkondigen, keert hij terug naar zijn geboortestreek. Soms, hè, dat komt hier ook voor, je woont een tijdje elders, maar dan brengt God je weer terug naar de plaats waar je hoort. En zo gaat het ook met Jezus. Hij wordt teruggebracht naar de plaats waar hij hoort. En dat wordt dan prachtig beschreven, dat hij terugkeert naar die plek in de kracht van de Heilige Geest. Het is bijzonder. Dat vorige week ook gezien dat Jezus door de Heilige Geest stap voor stap geleid wordt. Zijn vader zendt hem zijn geest, omdat hij weet welke stappen hij mag maken in zijn bediening
als Heer en Heiland. En ook nu als hij terugkeert in Nazareth, in Galilea, komt hij daar terug door de kracht van Gods geest. Er wordt zelfs een woord gebruikt wat met dynamiet te maken heeft. Het is een sterke kracht van de geest die hem terugbrengt in zijn woonplaats. Ik zeg het vaak in de preek, maar het is bijzonder. Als je in je leven een transitie meemaakt, een nieuwe fase meemaakt, dan doe je dat vaak ook wel in de natuurlijke krachten, in je mentale krachten. Maar het is bijzonder om te weten, als je voor een nieuwe periode staat, dat Gods geest je wil helpen. Dat je in de sterkte van Gods geest, in de Pinkstergeest die op Jezus gerust heeft, ook zelf je nieuwe wegen mag vinden. Het leven gaat verder. En als je een nieuw hoofdstuk gaat schrijven, mag je weten dat je in de kracht van de geest aan dat nieuwe hoofdstuk mag beginnen. En wat doet Jezus dan? Als hij daar in zijn geboortestreek weer is en in Nazareth zijn geboortestreek erom, hij voegt zich naar wat de mensen gewoon zijn om te doen. Waar hun cultuur en hun godsdienst zich in begeven, Jezus is daar één van hen in. En hij gaat op die zondag, op die zaterdag, de Sabbat voor hun, onze zondag, gaat hij naar de synagoge toe. En u ziet hier die prachtige afbeelding van die Joodse mannen die op de dag van de Sabbat, en sowieso zou het ook met Jezus gegaan zijn, de boekrollen bestuderen. Het meest kostbare geschenk in de synagoge, maar ook als je bij de tempelmuur bent, is dat daar de schriften liggen. En dat de schriften geopend mogen worden. Dat bijzondere moment dat jij en ik, en ook vandaag in de 21ste eeuw, Gods woord mogen openen. En dat doen we niet zomaar, dat doen we met elkaar. Het mooie van Lucas 4, dat Jezus in zijn gemeenschap, in zijn geloofsgemeenschap, daar zijn plaats vindt en dat hij daar de schriften mag openen. Ik weet niet of u, ik heb de laatste week daar wat op mogen studeren, maar de Joodse liturgie is bijzonder opgebouwd. Er is altijd een vast stuk uit de eerste 5 boeken van Mozes wat gelezen wordt, de grondleggende woorden, zoals wij de 10 geboden van horen. Maar daarnaast was er ook altijd, dat noemen ze de Haftarah, in het Joods gezegd, de lezing uit de profeten. Die ook door een van de mensen uit de synagoge altijd gelezen mocht, door een van de mannen. En Jezus was die sabbatochtend in de Torah, in zijn gemeenschap. En hij krijgt van de dienaar, krijgt hij de rol van Jesaja uitgereikt. En weet u, er zijn ontroerende momenten in de schrift. Ik vind dit is een van die momenten dat je eigenlijk vol van emotie kunt zijn. Wat prachtig dat Jezus de schrift aangereikt krijgt. Wat een bijzonder moment zal dat voor hem geweest zijn. Dat hij Gods woord, waar hij zelf al zo in gepokt en gemazeld was, ook al als kleine jongen, maar hij was het woord, hij is het woord, Johannes getuigt ervan, maar dat hij zelf de schrift in de hand neemt. Weet u, ik heb niks tegen Bijbelse dagboekjes, het is prachtig. Ik heb het zelf ook nu ook een tekst vanochtend daaruit meegegeven. Maar wat een voorrecht is het als je Gods woord zelf open mag doen. Het is helemaal niet vanzelfsprekend. Als je naar de Indonesische christenen kijkt, ze moeten soms in het geheim samenkomen. Er zijn duizenden geloofsgemeenschappen die niet vrij uit de Bijbel mogen lezen. En wij hier op deze zondagochtend in Hulze, we mogen gewoon Gods woord openen. En we zien dat Jezus het woord opent. En hij gaat erbij staan. Ik heb u dat wel eens verteld. In sommige kerken, als het evangelie wordt gelezen, dan komt de dominee in het midden van de kerk staan. En daar staat hij in het midden de schriften te lezen. Omdat dat eigenlijk het moment supreem is. Want in Gods woord komt God zelf aan bod. Dat is het wonderlijke van de Bijbel. Dat maakt het een boek tot van de boeken. Dat je weet,
Hij spreekt door de schrift. Er zit een man in het boek, zoals iemand dat prachtig zei. God communiceert door zijn woord. En niet zomaar. Hij weet precies welk woord op welk moment mag klinken. Je leest je Bijbeltje trouw, maar je hebt van die momenten dat je merkt, er zit een zender in dat boek. En daar staat Jezus. Ik heb de Bijbel bij me. Hij leest, hij staat de schrift te lezen. En dan klinken die prachtige woorden. Je moet eens horen. De geest van God, de Heer, rust op mij. Wat heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen? Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het herstel van hun zicht. Om aan onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En hij staat daar. En hij leest daar in zijn eigen plek deze eeuwenoude woorden. Wat een kracht zal daarvan uitgegaan zijn. Alleen al van dat lezen van die woorden. En dan is het in de synagoge zo. Als je dan de Bijbel hebt gelezen, ook als voorganger, dan ga je zitten. Ik vind het prachtig dat de stoelen hier staan. U ziet mij een beetje misschien minder. Maar je luistert naar Gods woord, ook als voorganger. Ik ben 25 jaar nu midden als voorganger. Maar je luistert naar de schriften om de levende stem van God te verkondigen. En ook Jezus gaat zitten. Hij gaat met zijn boekrol en dan geeft hij terug. En dan gaat hij zitten en dan luisteren de mensen naar die schrift, zodat ook hier wordt geprojecteerd. En hij zit daar en alle mensen kijken naar hem. Kunt u zich dat voorstellen? Ik heb het me voorgesteld afgelopen week. Dan zit Jezus daar, ik ga bij u zitten. Dan zit Jezus daar op die stoel. En zijn omstanders kijken naar hem. En er is spanning, er is verwachting, ze hebben al wat gehoord van Jezus. En dan zegt hij, heden, nu is het moment aangebroken in jullie oren, in jullie leven, dat het gaat gebeuren. Nou is de moment, zegt het Engels. Nu is het moment aangebroken en je kunt er eigenlijk niet onderuit. Maar Jezus zegt, ik ben de boodschap. Ik ben niet alleen maar de boodschapper, degene die het leest. Maar ik ben de alfa en de omega van deze tekst. De A en de Z. Ik ga de armen het goede nieuws brengen. Ik ga de blinden het gezicht geven. Ik ga de gebondenen gevangenschap brengen. Ik ga mensen tot hun recht brengen. En je ziet het gebeuren. Lucas heeft het heel bewust aan het begin van zijn evangelie gezegd, want je ziet het gebeuren. De blinde Bartimeus. De spijziging van de vijfduizenden. De gebonden man in de woestijn. Zelfs dat dode meisje wat hij opwekt uit de doden. Maar uiteindelijk aan dat kruis van Golgotha zegt hij, maar nu is het moment aangebroken. Mijn jubeljaar, mijn genadejaar, mijn heilsjaar, mijn anno domini, mijn jaar van de Heer is aangebroken voor een elk van jullie. Is dat niet prachtig? En weet u, wij leven met een kalender. Gisteren de 19e, vandaag de 20e, morgen de 21e. Het leven gaat voor ons verder. Maar als Jezus nu zegt,
is dat voor altijd. Hij is dezelfde in alle eeuwigheid. En als Jezus dat toen zei, zegt hij dat ook nu tegen jou en tegen mij. Nu is het aangename jaar van de Heer aangebroken. Nu is er goed nieuws voor de armen. Nu is er goed nieuws voor de bedroefden. Nu is er goed nieuws voor de gebrokenen van hart. Je mag op gaan staan en in Gods armen vallen. Prachtig. Als, misschien vindt u, kunt u dat stapje met me maken. Maar als Jezus de Bijbel gaat gebruiken in je leven, gaat er wat in je hart gebeuren. Als Jezus Gods woord uitspreekt in je leven, dan gaat er in je hart een respons komen. Het zij positief, het zij negatief. Want dat zie je ook heel goed in Lucas 4. Er zijn mensen gaan op hun knieën, maar even verderop gaan mensen zelfs stenen gooien naar Jezus. Want ze motten die boodschap niet. Want een confrontatie met God is ook altijd een confrontatie met jezelf. Wil ik er wel aan geloven dat hij dat voor me is? Durf ik hem wel te volgen? Het geloven is een avontuur waar je altijd bij met spanning naar kijkt en in bewogen wordt. Maar je mag weten, hij is het waard. Hij geeft je moeder kracht en de zwakke vermeerdert hij sterkte. Prachtig! Laat Jezus zijn woord in je leven klinken. En geef er gehoor aan. Want wat doet Jezus dan? Hij zaten met zijn discipelen bij elkaar. Hij begint aan die reis van discipelschap. En hij zegt mensen, jullie gaan het ook verkondigen. Het aangename jaar van de Heer. Jullie gaan ook gevangenen bevrijden. Jullie gaan ook mensen uit de put helpen. Jullie gaan je brood ook delen aan degene die hongerig is. Jullie gaan gevangenschappen beëindigen. Is het niet prachtig? Dat jij en ik worden ingeschakeld in de dienst van Gods Koninkrijk. Ik sluit het af. Ik zei u, Jezus ging zitten. En ik weet u, ik vind dat ook een prachtig gebaar van afhankelijkheid. Je weet je geroepen. Jezus was in de woestijn klaargemaakt voor zijn bediening om die gang door Galilea en Jeruzalem en naar het kruis te gaan. Maar hij wist, ik kan geen stap zetten zonder mijn Vader. Ik kan geen stap zetten zonder de Heilige Geest. Ik leef in afhankelijkheid en ik open mijn mond en ik doe mijn daden omdat de Geest van God mij gesterkt heeft. Ik laat u nog een laatste afbeelding te zien. Ik heb heel wat nagedacht de afgelopen week opnieuw over Lucas 4. Veel commentaren gelezen, veel boeken erover gelezen. En eigenlijk alle commentaren zeggen, let op dat woordje heden. Let op dat woordje nu. Dat nu is het moment aangebroken. Dat Gods Koninkrijk er niet, waar je om gebeden en gehoopt hebt, het wordt nu werkelijkheid. In 2019. In jou en mijn leven. In Huls en de Kruidenwijk. In Indonesië en waar je dan ook maar komt. Gods Koninkrijk breekt baan. En blijf dicht bij hem en verkondig zijn naam. Amen. We willen weer naar jullie luisteren als koor. Kom naar voren. En dan graag, voordat we samen danken en bidden, nog naar jullie liederen luisteren.
Ik ben in 1980 tot 83 pastoraal werker in Zeeland geweest, op Syrooskerken. En daar had je van die Walcherse boeren die dan door die zware klei moesten ploegen om het weer het land weer klaar te maken. En een van die boeren die stond bekend omdat hij op de trekker de psalmen zong en dat je overal waar hij dan de land ploegde, die psalmen er nog bovenaan uit kon horen. Ik vond het heel bijzonder dat je tijdens je werk zo prachtig kan zingen en dat je tijdens dat werk gewoon ook God de lof en de eer geeft. Mooi dat dat zo ook door jullie gedaan wordt. Zullen wij samen danken en bidden? Vader, u opent in uw Zoon Jezus Christus de schriften. Het wordt een levend woord. En ook vandaag proeven we daar iets van. Het Koninkrijk van God is aangebroken. Het heilzame jaar van de Heer is daar. En de armen horen goed nieuws. De gebrokenen van hart worden bemoedigd. De mensen die hongeren worden verzadigd. Wat een wonder dat Jezus niet alleen maar de boodschapper is, maar dat hij ook onze boodschap is. En dat dat niet tijdgebonden is. Dat het woord in Nazareth destijds klonk, dat het ook vandaag nog weer klinkt in zoveel kerken, dat mensen oog in oog met Jezus komen te staan. Dank u voor uw woord wat niet leeg terugkeert. En we bidden u voor al die kerken, al die geloofsgemeenschappen waar vervolging en dreiging, grote spanningen en zorgen zijn, dat uw woord hen zal bemoedigen. En ook al leven ze in grote druk, dat uw woord hen zal wijzen naar dat u hen beschermt en bewaart. Ik bid u voor de mannen en vrouwen die geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Heer, de voorgangers, de leraren, de dominees, de predikanten, de pastoraal werkers, de mensen die in de Bijbelkringen bezig zijn, die bidden we toe dat ze uw woord, Heer, dat ze daarnaar zullen luisteren. Dat ze nooit over dat woord zullen heersen, maar dat ze altijd weer uit de ontmoeting met u, met de woorden mensen zullen dienen. En dat hun woorden, Heer, gebruikt worden tot opbouw van geloof. En we bidden u om die alertheid, dat we ontdekken dat u in uw woord met ons spreekt. Dat het niet langs ons heen gaat, maar dat het in ons hart geplant wordt. En dat we die woorden weten te bewaren als de bron van ons bestaan. We danken u voor het mannenkoor. Heer, voor hun loflied voor u. En blijf hen zegenen op alle plaatsen waar ze uw naam groot maken. We danken u voor onze wijkgemeente, ook in de afgelopen jaren, dat u ons behoed en bewaard hebt. Heer, dat u ons altijd weer ook verder hebt geholpen om luisterend naar de schriften, luisterend naar elkaar, begaanbare wegen te vinden om samen kerk te zijn. We vragen u zegen over de komende tijd, ook over de actie van Kerkbalans, dat we met elkaar ook weer de middelen krijgen en middelen vinden om uw gemeente, ook wat dat betreft, goed te onderbouwen. We denken aan hen die het moeilijk hebben, onze gemeenteleden die ziek zijn. De gemeenteleden die met rouw en verdriet te maken hebben.
De gemeenteleden die worstelen met hun geloof. Vader, kom hen tegemoet en zend uw troost. Bidden voor onze kinderen, onze tieners. Vader, dat ook zij in hun jonge generatie leren ontdekken hoe kostbaar het is om Jezus al te kennen als hun beste vriend en hun beste gids. En we bidden ook voor de wereld waarin we leven. Vader, voor de UK, de Britse eilanden. Wat een rollercoaster van een week hebben ze gehad. En wat is dat land in verwarring. Maar we bidden u hen uw zegen toe. Uw wijsheid, uw raad, uw uitkomst. Dat ze, Heer, verstaan hoe ze samen met ons ook in Europa verbonden blijven. Omdat er maar één wereld is en één schepping en één kerk. En dat we geroepen zijn om ook elkaar tot hand en voet te zijn. Zegen hen die de bruggenbouwers zijn in Europa. Vader, we bidden ook heel concreet voor die Spaanse mensen die met alle macht naar dat kleine jongetje zoeken. Vader, wat zou het een wonder zijn als dat jongetje gevonden wordt en nog leeft. Maar we blijven ook voor hen bidden en voor al die redders op deze aarde die mensen helpen in zeer benarde situaties. Heer, we kunnen ook in een stil gebed tegen u zeggen wat een ander voor ons niet tegen u kan zeggen. En we doen dat ook op dit moment. Hoor ons uit ons hart. En zullen we samen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. U mag de collecte royaal bedenken met de middelen die u van God hebt gekregen. We willen na de collecte onze voorzitter Gerrit Smittig een korte tijd de gelegenheid geven om iets te zeggen. Want er schijnt wat bijzonders aan de hand te zijn. Dus net zoals vorige week, laten u verrassen. En na afloop hebben we met elkaar het koffiedrinken van harte uitgenodigd. En mag ik van deze kant jullie alvast bedanken voor de prachtige samenwerking. En wat mij betreft is het niet de laatste keer, maar er komt vast en zeker een keer een vervolg op. Ja? Bedankt. En Daan, super dat je er als organist bij was. Onze collecte en daarna gaan we ons laatste lied met elkaar zingen.
gemeente. Beste Robert-Jan. Weet je dat mijn vrouw bij me komt zitten? Ja, dat doen we zo. Oké. Maar niet dat je nog wat te horen komt. Ja, onder controle houden. Nee. 25 jaar predikant van onze gemeente. En gisteren 65 jaar ambtsvoerder. Dat laatste is ook wel een belpaal, maar daarvoor sta ik je niet. Nee. Zo is dat. 25 jaar predikant en herder van onze gemeente. En dit toespraakje, ja, we konden daar eigenlijk ook nu onderuit. Want Robert-Jan herinnerde ons deze week als wijkkerkraad wel subtiel aan. En daarbij geef ik graag zijn tekst weer. Beste WKR-leden, de 16 januari 1994 deed ik intrede als predikant in de Schaapskooi. Dank voor de 25 jaar van goede samenwerking en verstandhouding. Mijn schoonvader zei eens, ook dominee, voor degenen die dat niet weten, dat de gemeenteleden een lintje verdienen bij het jubileum van een predikant. Ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Jullie zijn de prachtigste mensen die zich met veel liefde en inzet geven in het samenkerk zijn. Dank daarvoor. Met hartelijke groet en zegenbeden, Robert-Jan. Ik zou het hierbij nu kunnen laten en u allen voor de koffie uitnodigen achter in de zaal, maar dat doet toch niet recht naar zo'n mijlpaal. Ik zal het trouwens kort proberen te houden, want we moeten nog stof overhouden, want over een jaar komt het emeritaat en ik wil niet te veel in herhaling vallen. In onze laatste wijkkerkraadsvergadering heb ik de collega's gevraagd om jou kort te typeren als predikant. En om wat foto's uit de oude doos gevraagd. Daarom op de achtergrond projecteren we nu enkele foto's uit die periode. Dat gaat wel door. En wat in de foto's al opvalt is dat je amper veranderd bent over die periode. Oké, dat mocht je willen. En ik ken je persoonlijk nog niet zo lang. Maar wat mij wel opviel in de foto's, is dat de spirit die je daaruit straalt, je nog steeds hebt. Het authentieke en gedrevene. Gedreven om het goede nieuws, het evangelie, te verkondigen. Ik heb je mogen kennen als een zeer gedreven persoon voor Gods werk en voor de mensen. Je bent een man van gebed, je staat open voor andere kijkrichtingen en hebt begrip voor verschillende standpunten. Maar je kiest ook heel duidelijk waar je grenzen liggen. En dat maakt je ook een sterke herder voor onze gemeente. Je bent zo gedreven dat je jezelf nog wel eens voorbij wilt praten. Maar deze gedrevenheid is ook iets wat ik zeer in je bewonder. En ik weet nog dat ik, toen ik begon als voorzitter van de wijkkerkraad, ik jou vroeg wat zijn nou je uitdagingen voor de periode tot aan je emeritaat. En het was fantastisch om te zien dat je daarmee nog net zo enthousiast het maximale uit de periode wilt halen voor onze wijkgemeente. Dank daarvoor. Dan enkele citaten die ook al wel aardig beschreven vanuit wijkkerkraadsleden die mij gezonden werden. Het herhaalt zich wel, dus u krijgt de tijd wel om ze even te bekijken. Enkele citaten. Ik heb Robert-Jan leren kennen als een warme, hartelijke man met hart voor de pastoraat, hart voor mensen, hart voor Jezus. Een echte beelddenker. Stopwoordjes heeft hij veel. Helder, helder. Super, super. Om over na te denken. Vanaf het begin dat we hier in Nijveld wonen, komt hij met regelmaat achterom de keuken binnenstappen. Hij wil dicht bij de mensen staan. En heeft ons hier echt meegenomen om binnen te komen in de gemeente. Anders citaat. Betrokken, warme persoon. Herder, passie voor gebed. Soms wat chaotisch. Persoonlijk zou ik dat soms weer aflaten. Toverloos energie, benaderbaar. Een vent van Zweden en Israël, maar vooral van Jezus. Hij is een zeer betrokken man die altijd bezig is om mensen te verbinden. Met een theologisch studieboek zal je wat minder snel vinden. Robert-Jan gebruikt vaak in de preek de volgende zinnen. Ik heb er in de afgelopen week veel over nagedacht. Om over na te denken. God heeft geen kopieerapparaat in de hemel. En ik sluit het af. Robert-Jan is iemand vol met ideeën en zijn studiekamer zit vol met spullen. Als je er wilt zitten, moet je wel eerst een stapeltje opzij schuiven.
bevlogen, betrokken, pastoraal dichtbij, de man van gebed. Creatief, kwetsbaar en toch sterk. Engst to the rock, geared at time. Het motto van Jesus Christ. En ook in je uitspraak om over na te denken. Ik ga afronden. Ik denk dat ik dat laatste nu ook mag doen. Ik sluit het af. Maar daarvoor zou ik jou nog wel willen vragen, en ook Minta, om naar voren te komen. Want uiteindelijk hebben we in die jaren er samen voor gestaan om ons als gemeente te leiden. En hartelijk dank aan jullie beiden. Ik zou graag... Wacht even op. Een klein procentje vanuit de wijkkerkraad dat ik je graag wil overhandigen en een bloemetje voor Minta. Als jij het bloemetje overhandigt dan, voor Jan. Dank je wel. Jij gaat ons altijd voor en zegent ons vaak. En ik zou graag met jou ook een zegen willen vragen voor jullie. God en Vader in hemel, wij danken u als gemeente voor al die jaren dat u ons Robert-Jan als bevlogen predikant en pastor hebt gegeven. Wij bidden u, wil u Robert-Jan en Minta zegenen en tot zegen laten zijn voor onze gemeente in de komende jaren. Amen. Tot slot wil ik je alvast melden, na de dienst is er gelegenheid om hier bij het Liturgisch Centrum Robert-Jan de hand te geven. En we kunnen nog een kort iets toespreken. Dat scheelt mij weer een functioneel gesprek. En dan wil ik het bij laten. Dank je wel. Dank voor je warme woorden, Gerrit. En dank voor het vertrouwen uit de kerkraad wat jullie me altijd geven. We gaan het laatste lied zingen. En dat past ook prima bij ons samen zijn we gemeente. Dus gaan we dat samen met elkaar staande zingen.
even tussen jullie in komen staan. Want straks gaan we de zegen namelijk met elkaar zegen het zingen. Dus u ontvangt de zegen van het koor. En ik zegen u als predikant. We luisteren naar het zegenlied van het koor. Zing nog één lied en dan is het tijd voor de koffie en ontmoeting. Je mag gaan zitten. De boodschap van Jezus.